echt op topniveau te kunnen geraken, zou ik moeten stoppen daarmee. De combinatie tussen werk en training is heel zwaar en kwetsbaar voor mijn lichaam. Arthur kwam binnen na Engeland en ik dacht, ja, dat is chaos. Dit, bam, hartje goed. Kom, heb je op, Arda. Nu overleven mode. Ja, maar ik heb vorige week ook zoals getraind. Stel ons geen sparring goed. Dit komt nummer 1, dit. De rest is bullshit. Ja, wordt een harde partij. Dat weet ik zeker. Go get them, champ. Vrijheid eigenlijk. De tijd dat je buiten bent met je werk, ja, niemand stoort je. Dus je zit gewoon alleen met je werk, doet je ding, dan kom je terug naar binnen, ja, dan ben je klaar. Dat is gewoon een van de fijnste wat ik vind, ja, bij die job. Ja, iedereen denkt, ja, het weer als het koud is of als het regent, dat is een nadeel. En ja, voor mij is heel vroeg op. Dus als nu krant rijden, ja, dat is eigenlijk vervelend voor mij. Op zeer hoog niveau, dat ik nu bij KSV enzovoort, is heel moeilijk. En zeker met heel zware trainingen in de avond en dan 's ochtends op. En beginnen met werken en dan, ja, later de dag ben je meer vermoeid, moet je dan weer trainen. En dan moet je je recupereren, dus ja, is zwaar. Maar is doenbaar. Als je karakter hebt, ja, is doenbaar. Maar ja, dan komen de blessures omdat je niet genoeg gerust hebt. Ja, om echt op topniveau te kunnen geraken, zou ik moeten stoppen daarmee. Maar ja, gelijk iedereen weet, de middelen enzovoort, is zeer moeilijk tegenwoordig om te kunnen voluit trainen zonder wat inkomen. Dus, we gaan het risico nemen. Vanaf 1 oktober heb ik mijn loopbaanonderbreking aangevraagd. Dus we gaan proberen om fulltime prof te worden. Want de combinatie tussen het werk en training is heel zwaar en kwetsbaar voor mijn lichaam. Daar loop ik te vaak blessures op waar ik mijn wedstrijd moet afzeggen of voorbereiding veel te lang en veel te zwaar is voor mij. Trainer, een heel slimme trainer. En als een persoon vind ik dat een heel goede vriend. Ik beschouw hem echt als een grotere broer van mij. Hij heeft me zoveel geleerd van mijn jeugd. Dus ik ben bij hem gekomen toen ik 15, 14 jaar was. En ja, ik heb heel de tijd heel veel dingen geleerd van hem. Dus ja, het is echt, ja, gelijk een grotere broer van mij. De dag dat hij ermee stopt, stop ik ook. Dat is zeker. We hebben een heel, heel speciale band. Er gaan veel dingen door mijn hoofd. Ten eerste van, ja, weet je, stel, als ik niet was gevallen op mijn schouder, ik was meer als klaar voor die wedstrijd. Ik was 10 keer beter voorbereid dan de wedstrijd van april. Maar ja, zo is het. Allee, het is een contactsport. Ja, nu proberen we ons gewoon op te pakken, blessure laten genezen en naar de volgende.
Geef goed aan, pijn, krachtverlies, dat zijn de twee dingen die ik moet weten. Maar nu moeten we in een fase komen waarin je zegt van kijk, die kracht is terug, pijn blijft gevoelen. Die pijn gaat je nog... Ja, dat is wat ik toen ook heb gezegd. Als je had gevochten op 20 augustus, had je die pijn ook nog gehad. Maar zolang je kracht terug is en je hebt geen verlies van performance, is het oké. Okay. Oké, hou je stabiliteit. Goed. Duw. Ja. Ja, man. Duw. Ja, man. Yes. Oké. Goed. Buik ook kapot. Ja, alles. Oké, slecht nieuws. Heb je snel gedaan. Nog eentje. Duw. Bam. Oké, goed. Klasse, joh. Heel sterk. Ja, de eerste week hebben we echt gewoon ervoor moeten zorgen dat die schouder überhaupt terug bewoog, want Arthur kwam binnen na Engeland en ik dacht, ja, dat is chaos. Maar we moeten natuurlijk zo snel mogelijk terug naar een sport waarbij je 5 minuten aan een stuk wel alles vraagt van je lichaam. Arthur zei ook, dat is de ergste pijn die ik ooit heb gehad, ik wil dat nooit terug hebben. Maar dan moet die schouder ook wel voorbereid zijn om 5 minuten aan een stuk te kunnen gaan. Ja, absolute top gym in Duitsland, maar ik denk zeker ook in Europa. Daar trainden echt de absolute toppers bij verschillende organisaties. Octagon, Bellator, UFC, KSW, ja, je kunt het zo gek niet bedenken en alle toppers zitten daar. Dus dat was ook de reden voor ons om Arthur daar naartoe te sturen, dat hij daar gewoon ook in mee kan groeien. Dus Arthur was op een bepaald moment eigenlijk de nummer 1 geworden bij ons in de gym. En hij kende ongeveer ons van buiten, dus heb ik dan eigenlijk besloten, weet je, naar een topniveau club te sturen in Duitsland. Dus de nummer 1 van Europa in mijn ogen. Daar was Arthur terug de nummer 10. Dat Arthur eigenlijk van onder terug zijn ladder kon opmaken. Yes, a phenomenal power. He's an athletic guy. He always put the pressure in it. Hard punches, a great personality, great rounds. Ik train nu sinds 2019 bij UFD Gym. Ik train daar 2 keer per week en doe de sparring sessies. Voor voorbereiding is dat echt heel goed. Je kunt u echt uittesten, uw niveau. Elke trainingssessie is echt overleven. Dus keihard sparen en voorbereiden voor uw wedstrijd. Number one! Let's go! Die gaat schoten op zo dingen. Onze club is eigenlijk één grote familie. Dus we helpen elkaar, we steunen elkaar. We nemen altijd heel grote toeschouwers mee, zodat we allemaal met een grote groep komen en iedereen kunnen sporten. Zodat we allemaal kunnen steunen. Ja. Doe maar! Kom, heb je al Marta. Hier is de zwarte, hier moet je werken.
vandaag in de Hoek van Aarde, omdat ik hem heb geholpen met de voorbereiding. Zijn hele trainingskamp heb ik meegemaakt, dus het hoort erbij om met trots in de hoek te kunnen staan. Ja. Welke tips ik kan geven? Ja, gewoon blijven trainen, wedstrijd draaien, ervaring opbouwen en je dromen nagaan. Arts Amplifier was het belangrijk om niet zomaar de eerste de beste binnen te halen, maar een jong talent waar heel veel progressie in zit. En ja, dat blijkt hè, dat bij Arthur zo is. Het is toch wel een hele mooie speciale sport. En we hadden zeker ook de mogelijkheden om met een voetballer te werk te gaan of een andere sporttak. Maar ja, de klik was direct daar met Arthur en met Ayen. This year, we also start with our own sports branch. Our goal is to help talented athletes and their teams build a successful career. We are very happy to have Arte Zepeniak as the first sportsman in this department. Go get them, champ. Het is zo dat Thibaut eigenlijk aandeelhouder is binnen het bedrijf en ja, enorm gelooft en ondersteunt in artiesten de kans geven. Zijn het jonge artiesten, zijn het bekendere artiesten. En ditzelfde gebeurt nu ook met Amplifier Sports om Arthur te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Is er progressie gemaakt? Is de social media beter geworden? Is er groeiende volgers gekomen? Heeft hij een grotere fanbase opgebouwd? Na 6 maanden zullen we dat gaan evalueren en dan kijken we. Eigenlijk is het de bedoeling dat wij vooral op commercieel gaan ondersteunen. Zorgen dat Arthur hiervan kan leven en dat hij zich volledig op de sportieve kant van het MMA vechten kan focussen. En nu werken we die rechtshand op die lichaam. Stoot, stoot. Maar duw, 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 kom, kom. Nu overleven mode. Kom maar, 30 seconden, eruit, eruit. Je moet eruit. Hagen, en die frame, kom. Werk op die oksels. Ja. Goed, maar. Mijn handen verzuren vandaag. Handen verzuren. Ja, heel rustig. Ja, maar ik heb vorige week ook zorgs getraind. Stel, ons ging sparring goed. Dit komt nummer 1, dit. De rest is bullshit. En je adem verkeerd. Je moet relaxen. Je bent overhaast, ik zie dat. Kom, kom, kom. Nu niet leven, kom, kom, nu moet je nemen, kom, kom. Ja, je weet, bij mij, ik ben zwaar. Dus wat doe je? Dan doe je mee, dan doe je werken slimmer, ik merk dat. Maar bij die mannen moet je ook zo doen, niet alleen bij mij. Ja, het wordt een harde partij. Dat weet ik zeker. Ja, ik heb er zin in. Ja.